Je zou hem debuteren vandaag. Ja. Wat ging er voor gevoel doorheen? Nou, trots gevoel. Het zat er al een beetje aan te komen natuurlijk. Dus vorige week was hij maar 90 minuten op de bank. Als je het wedstrijdbeeld zag van vorige week, had ik wel gehoopt dat hij er even in kwam. Maar goed. Hij kreeg nog een mooie kans, hè? Hij kreeg een hele mooie kans. Zag je hem al zitten of niet? Ik zag hem zitten, ja. Hey, krijgt hij nou vanavond een biertje extra of niet? Wel twee, denk ik. Hey, gefeliciteerd. Dames en heren, we praten na de wedstrijd Brielen tegen Sporters. Praten we nou met weer een debutant, Mike. Ja. Spannend op de bank, of niet? Ja. Hoe ging je het veld in? Van ik ga alles geven? Ja, we moesten meer verdedigen dan aanvallen eigenlijk. Want met rode kaart 10 man tegen hun 11. En toen zei ze gewoon alles geven. En ik heb het geprobeerd, ik heb het gedaan. En, je krijgt nog een dot mooie kansen. Keep it ticket met over. Ja, dat scheelde weinig. Goed gevoel over je debuut? Zeker, zeker. Verdiende punten? Zeker ook helemaal. Ga lekker feesten hier in de kleedkamer. Dames en heren, dan praten we na, denk ik, met de uitblinker van deze wedstrijd. En dat is Thijs Noordzij. Thijs, gefeliciteerd jongen. Ja. 3 punten in de pocket. Ja, heerlijk. Je hebt een fantastische wedstrijd gespeeld. Heb je zelf ook het gevoel? Ja, zeker. Ik heb de tegenstander geen meter ruimte gegeven. Hij heeft weinig tijging gehad, dus voor mij prima. Verdedigend, aanvallend, schouderduwtjes op de achterlijn. Ik heb alles gezien van je vandaag. Ja, mooi hè. Hele drukke deus ging open. Ja. Ik ben een jongen van de straat hè. Was het een moeilijke wedstrijd? Eerste helft ging prima op zich, alleen na die rode kaart is het natuurlijk lastig. En nu hadden we een prima voordoener. Dus ja, er kwam wel wat dreiging vanaf, maar we hebben prima staande gehouden volgens mij. Ja, er werd met z'n allen, ik vond het vandaag een collectief, ja, er werd geknokt met z'n allen. Ja, zeker weten, echt een teamprestatie. Ja, je komt met 10 man te staan en er groeide echt iets van, jongens, we laten dit niet aan de handen. Iedereen werkte voor elkaar en het was knokken tot het eind. En we hebben 3 punten uitgesleept. Fantastisch mooi hè? Mooi hè? Hey, ga lekker in de kleedkamer.